Welkom bij een nieuwe video. Het is een tijdje geleden en dat komt onder andere omdat ik mijn voet heb gebroken. Dus dat was niet zo makkelijk, maar ook omdat we zoveel regen hebben gehad. En eindelijk weer een mooie dag. We kunnen weer aan de slag in de tuin. En al dat water van de regen, dat zorgt ervoor dat alles 3 keer zo snel groeit, heb ik altijd het idee. Dus vandaag een kleine update van de tuin. Er moeten een paar dingen gebeuren. Ik neem je mee. Heel veel plezier in deze video. Misschien weet je nog de video die ik heb gemaakt over kanten maaien en kanten mooi bijwerken. Toen heb ik dat hier gedaan. En zoals je kan zien is het weer helemaal ontspoord. Ik heb 7 weken dus met die gebroken voet gezeten en het gaat nu een stukje beter. Dus ik ben blij dat ik weer aan de slag kan in de tuin. Maar dat is een van de dingen, dat zie ik niet zo graag. Dus die kanten gaan we mooi bijwerken. En, misschien heb je het al gezien achter, speeltuin gekomen. Superleuk. Maar we hebben hieronder schors gelegd en ik wil het afbakenen. En daar heb ik dus een gazonborder gestoken die overigens, ik geloof ergens deze zomer, ook in de webshop beschikbaar worden. Maar zoals je kan zien liep de robotmaaier daarop vast. Dus heb ik een paar houtblokken neergelegd. Dat helpt nu op dit moment. Maar zoals je kan zien zitten hier ook gewoon een paar lelijke plekken. En die wil ik bijzaaien, zodat dat mooi tot aan de schors aangrenst. Dus dat gaan we vandaag doen, dit stukje bijzaaien. Kantenmaaien, bijzaaien, ja, oh, en het gewone gazon moet ook gemaaid worden. Want het staat best wel hoog. En dat komt omdat de robotmaaier die had een foutmelding. Dus die is nu wel verholpen. Maar ik ga het nu gewoon eerst een keer maaien. Zodat het maaisel, want het is best wel lang geworden, het maaisel weg is. En dan kan de robotmaaier weer aan. En dan dit kleine stukje denk ik dat ik ook de lijn van de robotmaaier, want je kan goed duidelijk zien waar dat de robotmaaier wel komt en waar niet. Die ga ik aanpassen, zodat de robotmaaier ook dit stukje kan gaan maaien. Want ik denk dat hij het meeste wel al kan gaan maaien. Nou, zoals jullie misschien al wel weten, begin ik graag met het kantenmaaien. Want het staat wat hoger rond de rand, omdat de robotmaaier die komt niet overal. En dat langere gras, ja, dat ligt dan op het gras. Dus dan vind ik het fijn om daarna met de grasmaaier erover te gaan. Dan is het mooi opgeruimd. Kijk, dit is wat ik bedoel met al het gras wat te hoog staat, dat dan daarna weer op het gazon komt. Fijn als je dat in één keer kan opruimen. Kanten zijn mooi netjes getrimd. Ik ga nu met de gewone maaier, want die kan het opschuigen, ga ik even 2 passen rondom doen. En het stukje nieuw gezaaide gras ga ik maaien. Omdat die is wat lichter en ik kan mooi draaien op de andere punten. En op die manier kan ik dit kleine stukje ook gewoon maaien. En dan gaan we daarna aan de slag met de kooimaaier. Randen opgeruimd. Ik ben blij dat de Toros Greensmaster 1600 nog een keertje buiten komt. Ik moest wel even de messen slijpen. Dat heb ik vanmiddag gedaan, maar alles staat nu netjes klaar om het gazon mooi te kunnen maaien. Ik verwacht wel wat strepen, want het staat wat langer dan wanneer ik er normaal mee maai. Dus ik hoop dat alles goed gaat, maar normaal gesproken zou alles volgens plan moeten verlopen. Valt toch best wel mee. Komt best wel mooi beetje een centimeter vanaf. Dus hartstikke mooi. Zoals je kan zien, weer een prachtig maairesultaat. Het was heerlijk om weer eens een keer met de grote maaier te maaien. Zoals je kan zien is de heer John ook weer op pad. Die kan nu weer het heel makkelijk bijhouden. Dat is eigenlijk de reden dat ik het met de grote maaier heb gedaan. Kantjes zijn netjes bijgetrimd, dus ik ben heel blij. Laten we nog snel het stukje bij de speeltuin inzaaien. Wat ik eerst nog even wil laten zien is de grond, hoe dat hij er nu bij ligt. Als je hierop zomaar gaat zaaien, ja, dan heb je geen succes. Want het is hartstikke plat en best wel aangedrukt. Dus op het moment dat het gaat regenen, dan spoelt het graszaad gewoon weg. Dus of dit rijf je helemaal goed open. Je kan het ook eventueel even prikken. Maar wat ik ga doen, ik ga topdressen. Want jullie weten dat ik grote fan ben. En dan doen we eigenlijk gewoon een stukje aarde hier bijleggen. En dat is een prachtig zaaibed
voor het nieuwe gaszaad. Eigenlijk is het vrij simpel met zo'n topdresser, maar niet per se nodig. Want je kan ook gewoon de aarde strooien en dan vervolgens uitharken met een hark. Maar dit maakt het makkelijk om het mooi egaal te verdelen. En het heeft ook een beetje een zeeffunctie, waardoor je allemaal mooie kleine stukjes aarde krijgt. En het hoeft natuurlijk ook maar een heel klein beetje aarde te zijn, zodat het graszaad een mooie dekking heeft om te kiemen. En zoals je nu kan zien, is er een mooi zaaibed gecreëerd waar het graszaad mooi in kan kiemen. Doorzaaien doen we uiteraard met hetzelfde graszaad wat we hebben gebruikt voor het grote gazon. Om op die manier een zo best mogelijke match te krijgen met het gras dat daarop komt en hier. Dus bij mij is dat premium lam. Niet te veel, gewoon een lekker beetje inzaaien. En daarna gaan we het nog even inharken. Ziezo, en op deze manier... Oh, nu zit er toch in gereden. Nou, maakt niet uit. Het moet toch aangedrukt worden, dus eigenlijk maakt het niet heel veel uit. Dit is ingezaaid. Ik ga het nog heel even met de hark mooi erdoor rijven. Dan komt er een beetje meer aarde over het graszaad heen. En dat helpt om te laten liggen en zodat het volledig rondom mooi kan kiemen. Kijk, en nu is het meeste graszaad is een beetje bedekt onder de aarde. Nou, je kan dit nog even aanrollen. Dat ga ik straks na de video doen. En dan krijg je eigenlijk een nog beter bodemcontact. Waardoor dat als het wat regent, dat het niet per se gaat wegspoelen. Dit soort stukjes ben ik niet de hele tijd aan het sproeien. Dan zeg ik gewoon van dat gaat mee met of het sproeisysteem of de regen die we krijgen. En dat komt vanzelf wel mooi op. Waarschijnlijk moet ik het nog wel een keertje bijzaaien. We krijgen nog het najaar en dan komt dat wel goed. Wil je nu wel dat het heel snel goed is, dan moet je gewoon zorgen dat je het... beregend, zoals dat je een nieuw gazon zou bewateren. Zullen we nog één keer kijken naar het mooie gras? Want het ziet er wel heel mooi uit hoor, met dit zonlicht. Ziezo, dat was hem weer voor deze video. Het was een beetje een update video. Ik vond het wel fijn om weer even in de tuin bezig te zijn. Het ziet er weer tip-top uit. Dus we kunnen van hieruit weer lekker verder. Het kleine stukje... wat ingezaaid is, dat zie ik ook helemaal goed komen. Volgende video gaat over de nazorg van zo'n nieuw gazon eigenlijk. Ik zie het maar een beetje als mijn kleine nieuwe gazon. Dus kijk die zeker ook. En nog één kleine shout-out naar de prachtige corners. Want moet je kijken hoe mooi vol dat die staat. Prachtig, hij staat al 3 weken zo. Echt subliem. Bedankt voor het kijken. Ik zie je graag in de volgende video. Vond je hem nuttig? Dan weet je wat je moet doen. Thumbs up en abonneer je op het YouTube kanaal. Als je op de hoogte wil blijven van volgende video's.